Vrijdag 1 juli ging theaterstuk Oost-West Thuis-West in première in het Fakkeltheater. Met namen als Danny Heylen, Carrie Goossens en Lynn van den Broek wist regisseur Jeroen Maas heel wat toppers te strikken. Ook andere acteurs en actrices, zoals Lea Thijs, kwamen een kijkje nemen. Showbiz 24 zat mee in de zaal en kon achteraf enkele hoofdrolspelers voor de camera halen. Carrie Goossens, Danny Heylen, jullie hebben juist de première van Oost-West Thuis-West achter de rug. Hebben jullie lang moeten denken om mee te doen? Maar nee. Nee, bij mij ook niet. Nee, direct. Nee. Maar ja, wij kennen elkaar ook al 40 jaar. Zeven jaar reizend volkstheater, vier jaar kampioenen en nog zo, hier en daar in theater. En zo leuk samenspelen. Ja, en ik bedoel, dan kun je zeggen, oh, je kent elkaar. Maar het is elke keer een ander stuk. Ja, ja. Dus je moet je altijd anders focussen. En dat is leuk. Spelen met vol vertrouwen. Hè. Ja, voilà. En zeker in comedy is dat belangrijk. Lien van den Broek, jij hebt juist de première gedaan van Oost-West Thuis Best. Ja, hoe was het? Ja, goed. Het is altijd zo, het is altijd spannend met een première. Altijd, je weet, zo, er zitten wel belangrijke mensen in de zaal. Dus we waren wel op een goede manier zenuwachtig. Maar tof, er kwam de juiste reactie op de juiste momenten. Maar het is pompen. Het is echt, je energie moet heel de tijd hoog blijven. Maar we zijn allemaal heel content met hoe dat gelopen is. Dus heel tevreden, ja. Jeroen Maas, als regisseur in Oost-West Thuis Best, het theaterstuk. Waar zat daar het puntje van werken in of de uitdaging? De grootste uitdaging was het oplooien van de tent. We werken met een vouwtent. En YouTube staat vol van hoe je het moet doen. En wij hebben dat ook moeten doen. Want het is, als je het niet weet, is het echt een puzzel waar je niet aan uitraakt. Dus we hebben daar eigenlijk heel veel tijd in gestoken.